vandaag ben ik naar de TK Maxx geweest in Arnhem. Ik ben daar dus nog nooit geweest en het was echt heel erg leuk. Vandaag was het zaterdag en dit was de laatste zomerse dag. Dus je ziet me nu nog in korte mouwen, maar ik ben echt helemaal klaar voor de herfst, voor de winter. Pumpkin spice season, Halloween, je kent me. Als je me langer volgt, weet je dat dit gewoon floor 2.0 is. Dus ik had zoveel zin om naar TK Maxx te gaan en ik hoopte daar nog de laatste leukste herfstparels te scoren. En ik kan je bij deze vertellen, dat heb ik. Het was zo leuk, ze hadden daar zoveel herfst en Halloween dingen. Dus ben je benieuwd wat ze in de TK Maxx in Arnhem op dit moment dus allemaal verkopen en wat ik allemaal heb geshopt. Blijf even kijken naar deze video. Ik zou het super leuk vinden als je een duimpje omhoog wilt doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is geheel gratis. En elke zondag komt er om 10 uur 's ochtends een nieuwe video online. Dus ik neem jullie gezellig mee naar de TK Maxx in Arnhem. Veel kijkplezier. Nou, we zijn bij de TK Maxx. Dus we gaan even kijken. Zo. Hier de Body Shop. Echt heel... Oh, heel mooi. Oh ja, die is wel een beetje gebruikt. Ja, dat is wel jammer. Dat is echt zo'n voordeel. Hoe duur is die dan? 7. Dus dat valt wel. Oh, dat valt wel mee. Hier een vlinderpalet. 9 euro. Oh, dit is ook echt wel heel oh, mooi. Die echt zeker met oh, die is mooi. Bare is hetzelfde Beauty. 6 euro. 7. Oh, ik vind deze echt heel mooi. Ja, jammer dat ze dan open zijn inderdaad. Maar deze is niet gebruikt. Maar ja, ik heb het echt niet nodig. Een beetje weinig variatie. Oh ja, dit lijken wel op schelpjes. Schattig. Deze is 5 euro. Oh, hier de balm. Dit is ook 6 euro. Oh. Oh, ik hoopte eigenlijk op een leuke bronzer of een blush of zo. Oh ja. Zo schattig allemaal. Hey, pompoenen. Oh mijn god, een pumpkin spice lip kit. 5 euro. Ik heb ook een make-up van Belle Pierre. Echt? Ik ken dat niet. Lipscrub, lipmask en lipbalm. Pumpkin spice. Dit is wel echt heel cute. Even kijken. Oh, Babyliss. Spons. 3 euro. Allemaal sponsjes. Hier, Body Shop. 4 euro. Maar deze is al open. Dus dat is een beetje jammer. Lingerie. Wat is dat? Oh, apple cinnamon. En oh. Maar dit staat toch cute? Dit is geweldig. Oh, moet je kijken. Normaal is het 23 euro en nu 7 euro. En body lotion. En handwash. Ja, ik heb geen huis. Dus ik kan dit niet echt kopen of zo. Oh, ik zie iets. Je gaat gillen. White pumpkin. Handwash. Ik kijk gewoon op mijn hoofd. Doe dan. 5 euro. Spiced peer. Oh. Ja, ik weet het ook zeker. Oh, lekker man. Ik wil alles. Grappig. 40 euro. Heel veel badjas. Ik had nog een badjas nodig. Wat is dit? Oh, wat heerlijk. 8 euro. Lekker voor de herfst. Niet echt zo'n leuk kleurtje of zo. Nee. Dit is misschien nog wel lekker. Zo'n. Oh. Mega. Oh ja, op de bank. Ja. Oh. Deze Puma's. Ook wel cute. Dit zijn ook altijd. Ja, dit is inderdaad. Ook met spotten heb ik die ook heel vaak aan. Heel veel sokken. Sokken, sokken, sokken. Het is best wel groot. Oh, ik zie wat dingen. Oh mijn god. Oh mijn god. I'm in heaven. Tegelijk. Kijk dit spookje. Is dit Raiden? Nee. 12,99. Oh, je hebt hier een mega spook. Kijk dit. Deze is zwaar. Van Dayway Home. Ik ben benieuwd hoe duur dit dan is. 40 euro. En dit is de geur vanilla cupcake. Oh, hier is wel heel lekker. Ik vind deze eigenlijk wel echt heel schattig. 16,99. En ze hebben hier ook echt hele mooie kaarsen. Hier. Hier zijn ook nog allemaal kaarsen. Als je een zwart interieur hebt, is dit ook nog wel mooi.
Martha Stewart. Oh, ja, deze is echt amazing. Heel mooi voor Halloween. En hier. Oh ja, ze hebben hier nog veel meer. Ja, ik moet hier even helemaal tussen kijken. Deze is ook wel heel vet. Gewoon om neer te zetten. 17 euro. Hier nog meer mokken. 6 euro. Hele set. En hier dus nog eentje. Ja, ik ga deze doen. Deze vind ik echt leuk. Oh, zelfs kerst. Hier nog wat towels. Halloween. Kussens. Die van Mickey Mouse. Deze zag ik ook de hele tijd op TikTok. En dit is 25 euro. En er zijn er dus nog twee. Ik zie hier een heel groot bord. Helemaal leuk. Deze is 18 euro. Oh, deze is echt heel erg zacht. 9 euro. Dit is een vaas. En ik zie hier ook nog wat leuke dingetjes. Deze is 12,99 en dan heb je nog wat pompoentjes. Hier nog meer pompoentjes. Oh, dit zijn vormpjes. Schattig. Vleermuiskaars. Helemaal leuk. Oh mijn god, die is ook echt geweldig. Er zijn van die dubbelwandige. Oh. En ze hebben ook al wat kerstdingetjes. Zo'n bol. Hoe schattig. Die is 17 euro. Deze ook heel mooi. Ja, deze is echt heel leuk. Deze is wel jammer dat 6 euro. Is dit oranje wel? Ja, terwijl op TikTok is dit nu helemaal een ding, hè, die roze spookjes. Ik zag hier ook nog allemaal dingen. Heel veel mokken. Ook echt heel veel ook gewoon nog. Of zo. Ik zie daar weer de roze spook. Ja, hè? Een appel. Voor 10 euro. Oh mijn god. Dit zijn herfstbladeren. Oh. Wat is dit dan? Wacht. Ik ga dit even openmaken. Dat is echt heel erg. Maar ik weet niet wat het voor ons is. Crème brûlée. Oh, dit is gewoon zo'n bakje. Yeah. Maar ik ga het toch wel kopen. Echt heel schattig. Van die bakjes. Met blaadjes en eikeltjes. Het is 9 euro en dan heb je er 4. Dat valt best wel mee. Die gaat mee. Van het merk The Bakehouse Christmas Shop. Amazing. Ik zie hier ook nog allemaal pompoendingen. Ja, echt hè? Heksendingen. Ik zie hier nog allemaal glazen. Oh mijn god. Oh, Vera. Oh nee. Oh, deze vind ik ook heel mooi. Wij zagen er net maar één. Ja. Ik zie er hier veel meer. Oh. Ja, dit is wel echt, echt heel grappig. Ik vind deze ook echt prachtig. Ja, ik zag het ook. En in een set van 4. Ja, en ik heb dit net laatst gekocht. Maar deze met een goud randje. Is echt prachtig. Deze zijn 6 euro. Weg van. Oh mijn god, ja, die moet ik. Die moet ik. Oh, deze is mooi. Ja, daar ben ik weg van. Dat is prachtig. Oh. Die details ook, hè? Oh, goed, 2. Hier zitten er nog één. Oh. Oh, wat erg. Doe die er ook maar bij. Oh, ze hebben hier ook nog wat. Hello Pumpkin. Ja, dit is ook geweldig. 13 euro. Maar ja, dat mag ik echt niet doen. Moet me inhouden. Maar hier zie ik er nog één. Dus die zet ik daarbij. Kijken. Hier ook nog een schaal. Oh, dit is echt zo schattig allemaal. Ze hebben hier echt leuke dingen. Deze zijn ook echt heel erg mooi. 6 euro.
Maar deze, ja, dit spant wel de kroon. Dit is echt grappig voor herfst. Hier nog wat. Wow. Maar hier, deze wil ik eigenlijk, maar ik heb het niet nodig. Maar hoe mooi zijn deze van Pornstar Martini? Set van 4. Hier zijn nog meer Halloween dingetjes. Echt wat schattig. 5 euro. Borden. €13. Deze. €6. En hier nog wat bakdingen. Deze is ook wel heel mooi. Oh oh. Nou, dit is ook nog allemaal sale. Altijd leuk. Zo heel mooi. En mijn 5 euro. Ja. Kopje. Oh, wat is dit dan? Lijkt ook op een pompoen. Hier nog meer. Kopje. Deze is ook wel mooi. Oeh, inderdaad. Oh, die ook. Ralph Lauren. Sinds wanneer hebben die kitchen towels? We hebben ze ook. Gewoon een handdoek en zo. Serieus? Oh. Oh ja, van die pompoendingen. Ik vind deze echt oprecht heel mooi. Als je de kaas gaat maken. Oh, dat is wel echt hilarisch, ja. Alle tools in dat buideltje. €10 voor 2 herfstige handdoekjes. Oh, dit zijn allemaal van die sponsjes, schoonmaaksponsjes. Spook. Lachen. Halloween, clean and dry. Een drying mat. Hier nog allemaal mandjes. En badmatten. Altijd echt heel zacht hier, ja. Oh, deze. Oh, lekker. Oh, deze. Kijk nou. En deze. Oh, heel mooi. Met zo'n linnen kap. €30. Oh, hop. Oh. En de kaarsen. Lekker. Zal het pumpkin. Die is ook mooi. Die beige. Oké, wacht. Allemaal kaarsen. Wij gaan even een rondje ruiken. Oké. Apple. Apple, honey. Oeh. Oeh, ja, apple spice. Ja. Kijk hoe mooi die ook is. Hier mini white pumpkin. Honey pumpkin. Pumpkin apple syrup. Het is wel heel mooi. Oeh, ja? Ja, wel wat simpeler, neutraal. Ja, niet echt dat kaneel, maar... Wat schattig. Eigenlijk zie je er precies niks van. Maar dit zijn paddenstoelkaarsjes. Voor €9. Voor mij hadden ze deze vlag ook. Oh, en als je zei Woodbake. Ja. Maar dit is wat je bedoelde met toilet. Oh ja, dit is het toilet. Dit is de lavendel. Ja, ik ben oh nee, daar ben ik niet weg van. Nee, lavendel is niet ons ding. Oh, dit ruikt naar kots. Oh, moet je kruiken. Ja, hè? Deze geen aanrader. Pumpkin Praline, geen aanrader. Dit is trouwens wel echt heel mooi. En daar zit een kaarsje in. Dus stel je hebt hem op, eigenlijk dan... Oh, maar dan kun je hem bewaren en dan kun je er misschien nog keukengraai in doen of zo. Dat is echt heel mooi, maar ik ga het niet doen. Oeh, met cookies. Yeah. Oh, moet ik hebben. Oh, die vind ik eigenlijk niet zo. Oh, ja, dat is misschien echt gewoon puur decoratie. Ja, hij is wel heel mooi. Oh, die is lekker. Deze is ook een aanrader. Ik heb ook heel veel van die pumpkin cinnamon dingetjes. Geurstokjes. Pumpkin rum. Oh, oké. Okay. Ik heb daarvan verwacht. Oh, die is eigenlijk best lekker. Oeh, inderdaad. En nog een chic bordje. Ja, echt mooi. Heel mooi. Is er nog meer Woodwick? Of alleen die lavendel? Volgens mij alleen lavendel, ja. Pretzel.
Oh, die is wel lekker. Ik ruik het straks op gif niet. Nee, echt hè? Martha Stewart Halloween kaars. Heel heftig. Apple picking. Nou, ik ben geuren. Hoe noem je dat? Geurblind? Ja, geurblind. Ik ben van mijn badje. Ze hebben hier een gingerbread geurstopjes. Normaal is die €17 en nu 16. Alleen hij zit er verkeerd om in. Maar dit is oprecht lekker straks voor kerst. Oh mijn god, kijk. Oh, wel lachen. Kaasje. Ja, kaasje. Hier, apple spice geurstokjes. Orange blossom. Falling leaves geurstokjes. Ook heel mooi. Ze hebben hier ook van die parfum met autumn harvest en white pumpkin. Hoe leuk. En dat is dan €7. Dat is ook mooi. Heel veel cadeautasjes. Echt heel schattig. Wat schattig. Kijk dan. Boe. Oh, en ook een pompoen. Oh mijn god, dit is echt heel schattig. Ja, ik moet hier niet eens tussen kijken. En ik ga nog even hier tussen kijken. Goed geslaagd. Zo, en ik ben dus weer thuis. En ik heb echt een hele tas vol. Deze zit echt helemaal vol. Met allemaal TK Maxx spullen. Nou, ben jij benieuwd wat ik uiteindelijk allemaal heb geshopt? De shoplog komt er nog aan. Dus die komt volgende week online. Dus vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan zie je sowieso de video. En dan ga je die niet missen. Maar ik heb echt een heleboel gehaald. Heel veel herfst. Eigenlijk alleen maar herfstdingen. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor. En ik ben er onwijs blij mee. Dus check die video voor volgende week. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me weten of jij nog helemaal in de herfst en Halloween sfeer zit. Ik in ieder geval wel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Doei doei!